nieuwe tassen gemaakt van oude treinbekleding. Nu ook de deelscooters in de NS-app. En wie weet maak jij wel kans op de allerlaatste kaarten voor de presentatie van de nieuwste trein van NS. Dit is NS Weekly. Hoi allemaal, fijn dat je weer kijkt. En we beginnen met verdrietig nieuws. Zondagavond werden we opgeschrikt door het overlijden van een van mijn collega's, een hoofdconducteur. Tijdens zijn dienst stapte hij uit de trein en werd op het perron onwel. Dat volgde op een aanvaring met zwartrijders. Uit het politieonderzoek is inmiddels gebleken dat zijn overlijden geen verband houdt met de aanvaring. En het is goed dat de politie uitvoerig onderzoek doet en dat er duidelijkheid is. Het verdriet is er desalniettemin niet minder om. Ook voor de aanwezige collega's en reizigers een impactvolle gebeurtenis. Wij wensen vanuit hier iedereen die hem kende en vooral de nabestaanden heel veel sterkte. En dan nu iets heel anders. Want wat gebeurt er met oude treinonderdelen? Vanaf nu zijn er tassen te koop en die zijn gemaakt van oude stoelbekleding uit onze treinen. Nou, NS Weekly nam een kijkje in het atelier waar deze worden gemaakt. We werken met de restantmaterialen uit de NS-treinen. Moet je bijvoorbeeld denken aan de SLT-zittingen, materialen uit de Veerm en uit de Buffel. Het vergt toch wel wat meer denkwerk. Zoals bijvoorbeeld de zitjes uit de SLT-trein. Dat zijn echt halffabrikaten die we eerst uit elkaar moeten halen. En dan moeten we heel precies de patronen erop leggen. We gebruiken eigenlijk sowieso alleen maar restanten. Dat is ook ons uitgangspunt. Want we vinden er is al genoeg afval op de wereld. Dus we werken vanuit materiaal. Je voelt er eigenlijk het materiaal van wat kan je hiervan maken. Het materiaal van jullie is echt wel geschikt voor een tas. Want het is ontwijs stevig. De tassen worden allemaal met de hand gemaakt hier in Arnhem in ons atelier. Met Frank hebben we een hele bijzondere sociale missie. We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen verder helpen. Het wordt gemaakt door een team met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die helpen wel weer een stap verder. En zij helpen ons. Dus eigenlijk het cirkeltje dan weer rond. Onze tassen zijn te koop in Arnhem. We hebben twee eigen winkels. Eentje op het Centraal Station en de andere winkel van ons op de Beekstraat 30. En we hebben er natuurlijk al vaker over bericht. De rondreizende treinsimulator. En afgelopen week stond deze op het station in Alkmaar. En dat zag er zo uit. Veel mensen namen weer een plaatsje op de stoel van de machinist. Wil jij nou ook een keer plaatsnemen achter deze treinsimulator? Dat kan, want morgen op vrijdag 24 juni staat hij op station Deventer. En op 2 en 3 juli kan je hem vinden op Rotterdam Centraal tijdens de presentatie van de nieuwste Intercity van NS. En daarover gesproken, straks in NS Weekly. Wil jij een kijkje nemen in de allernieuwste Intercity van NS? Dat kan, want wij geven de allerlaatste kaarten weg voor de presentatie van 2 en 3 juli op Rotterdam Centraal. Blijf kijken. Hoe kom jij naar het station? Als dat met de auto is of je wil met de scooter gaan, dan maken we dat vanaf nu een stukje makkelijker voor jou. Op alle 53 betaalde PNR-locaties zijn namelijk tegenwoordig uitgerust met kentekenherkenning, waardoor je reis een stuk soepeler heen en weer terug gaat. Maar wil je nou met de scooter naar het station en heb je er geen? Kijk dan ook in de NS-app, want tegenwoordig kan je daar de beschikbaarheid vinden van alle checkscooters. Dan gaan we door naar een nieuwe YouTube-serie van NS, De Eerste Indruk. Kijk even mee. Ben jij ook wel eens benieuwd of je goed zit met je eerste indruk? In de trein vorm je automatisch een beeld van de mensen om je heen. En dat doe jij ongetwijfeld ook. Maar klopt die eerste indruk? En dat was de eerste indruk van De Eerste Indruk. Wil je nou de hele serie bekijken? Ga dan naar het YouTube-kanaal van NS. En dan door naar afgelopen week. Want afgelopen weekend vond Pinkpop plaats. En wij brachten reizigers in die richting. He says it's perfect sense. You just can't get agreement. En dan gaan we door naar komende week, want komend weekend zijn er werkzaamheden rondom Amsterdam Centraal en Roermond. Ga je nou op pad met de trein? Check dan even je reis in de reisplanner. En dan eindigen we met de winactie. Wij geven namelijk de allerlaatste kaarten weg voor het exclusieve kijkje in de Intercity Nieuwe Generatie op 2 en 3 juli op Rotterdam Centraal.
Wil jij daar nou bij zijn en heb jij nog geen kaarten kunnen bemachtigen? Laat dan onderstaande in de comments weten waarom jij daarbij aanwezig moet zijn. En wie weet zien we je dan daar. Dit was NS Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi!